Verstonie, dames en heren, bij Mauritsweg 96 in Kerenseide. En dat kennen we nog, dat adres, vanwege het restaurant François dat hier gevestigd wordt. Maar dat een hele poos geleden helaas is gesloten. Er komen hier niet voor een restaurant naartoe is. Nee, we komen hier voor een dop wij Kerenseide die wat zich hier gevestigd hebben. En die van hieruit proberen hun activiteiten verder te ontwikkelen. Die gewoon in ieder geval, ze bestonden ook al jaren, hebben op een andere plek gezet, er werd er dadelijk meer van. En komen dus hier weer opnieuw in ieder geval terug en bouwen de zaak weer opnieuw op. We gaan eens even binnenkijken, we gaan een praatje maken en ja, je kent vanuit deze beelden ook alweer kijken van hoe waren het ook alweer. Je weet wel, daar tegenover de Bijlboom op de Mauritsweg. We zijn ondertussen aan de binnenkant gekomen van de tijdelijke plek die men gevonden heeft voor de dop. Die staan nerven. In Vermeulenbroek. Aan jou is de eer om vandaag het woord te mogen doen, om eens de vragen te beantwoorden. Dop Kerenseide. We kennen hem eigenlijk als Dop Kerenseide vanuit de school eigenlijk, ja. Vanuit de basisschool Kerenseide. Ja, Dop Wijk Kerenseide is het eigenlijk. Ja. Dus, en daar geven we activiteiten? Ja, daar hebben we een 3,5 jaar hebben we daar gezeten. En we moesten dus weg uit die school. We hadden daar meer activiteiten. We hadden daar ook een soepmorgen of een tostimorgen. Of wij ook bloemschikken. We hadden gewoon de bekende inloopmiddag. Wandelgroep hadden we. Op dit moment zitten we daar nu in een nieuwe locatie. En daar hebben we eigenlijk maar 2 dagdeeltjes. Ja, en dan ja. Moeten we proberen om weer te gaan opstaan. Ja, je wordt daar volop aan de gang. Je had daar activiteiten, je had een eigen ruimte. Waarom zit je daar weggegaan? We zijn weggegaan omdat Kindante de huur had opgezet. Van eigenlijk binnen een maand moesten we weg. Moest je weg? Ja. En toen hebben we helaas geen ruimte. Had je helemaal niks meer? We hadden helemaal niks meer. We hebben dus eigenlijk 3/4 jaar zitten zoeken. En uiteindelijk hebben we deze locatie gevonden. En dan zijn we eigenlijk heel blij dat we hier 2 dagdelen mogen huren. Ja. En we hopen in de toekomst naar het nieuwe ontmoetingscentrum te gaan in Sint-Josef in de kerk. Zoals je al zegt, dit is tijdelijk, maar het kan nog wel een tijdje duren, want ja, voordat de kerk verboet is, et cetera, dat geeft nog wel even kunnen doen. Ja. Nou, we hopen misschien dat we de beheerder of de eigenaar, dat we dan misschien straks een beetje meer ruimte gaan krijgen. Dat zou dan ook betekenen dat je weer die activiteiten die je hebt moeten laten liggen, dat je die weer kunt gaan oppakken. Ja, hopelijk kunnen we dat weer oppakken, want ja, het is ook heel belangrijk om om creatieve dingen te doen met iedereen en samen te koken. Want daardoor stimuleren ze mensen om weer samen wat te doen. Kijk, een kopje koffie drinken is leuk en aardig. Maar het is ook eigenlijk te bedoelen dat ze onderdeel gaan worden van het hele gebeuren. Ja. Het moet niet zo zijn dat weer ze moeten amuseren. Nee, dat moeten we eigenlijk samen kunnen doen. Eigenlijk moeten ze zichzelf zeg maar, van het ene en het andere idee komen. Maar het is natuurlijk zo dat als je een hele tijd rood zit geweest, dan moesten eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja, moeten we ook, helaas. Ja, ja. Maar ja, het is best wel druk. We zijn heel blij met de opkomst. Dus ja, wie weet. En gisteren waren er 29 mensen die gewandeld hebben, dus we zijn eigenlijk best enthousiast dat iedereen gewoon terug is gekomen. En wat we ook nog hebben, en dat we hebben een zwerfvuilgroep die eigenlijk de wijk schoon probeert te houden. Die doen dat 1 keer per week, dus dat is eigenlijk ook, zijn ook 10-11 mensen die dat doen. En dat werkt ook heel erg goed. Ja, dus er zit toch wel behoorlijk wat leven in Kerenseide. Alleen, je moet nu een beetje steun krijgen in druk. En een eigen ruimte eigenlijk, dat zou eigenlijk mooi zijn. Ja, een eigen ruimte, een eigen equipment is toch wel minimaal. Ja, dat we naar boete kennen, een terrasje, Maar in ieder geval, voorlopig kennen de mensen hier terecht. Ja. Even voor alle duidelijkheid. Ik ben een bewoner van Kerenseide. Ik noem nu maar eens even gaat en ik denk ik gewoon maandagmiddag of gewoon dinsdagmiddag daar eens heen. Gewoon geen probleem? Nee, geen enkel probleem. Iedereen is welkom. Iedereen mag meedoen. En we proberen gewoon te kijken van als iemand nieuw is, dan schudt ze even op in. Het is gewoon open voor binnenkomen. Nou kijk, dat is dan een open uitnodiging voor iedereen die dit filmpje ziet en denkt maandagmiddag, dinsdagmiddag niks te doen. Kwaliteit kan daar even op. Gezellig. Goed zo, doen we. Dankjewel.